Good morning. Goedemorgen. Blessed Sabbath to each one. Een gezegende Sabbat voor een ieder. We're so thankful that God has brought us all together this morning. We zijn dankbaar dat we allemaal samen mogen zijn deze morgen. We are here to worship God. We zijn hier om God te aanbidden. And to hear His word speak to our heart. En om zijn woord te horen spreken in onze gedachten. My text this morning is in Exodus 12. Mijn tekst is in Exodus 12, vers 26. And it shall come to pass. En wanneer uw zonen tot u zeggen. When your children shall say unto you. Wat betekent deze dienst van u? What mean ye by this service? Continue. That ye shall say. Dan zult gij zeggen. It is the sacrifice of the Lord's Passover. Het is een paasoffer voor de Heere. Who passed over the houses of the children of Israel in Egypt. Die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging. When he smote the Egyptians and delivered our houses. Toen hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. And the people bowed the head and worshipped. Toen knielde het volk en boog zich neer. What is the meaning of what we're about to participate in today? Wat betekent die dienst waar we nu in komen? None of us can live very long. Geen van ons kan heel lang leven. Without an upper room experience. Zonder een ervaring in het heiligste. We need to draw apart into the dimness of that room. We need to draw apart. Ja, we moeten dus daar naartoe gaan. So that Jesus can rekindle his light in our hearts. En ervoor zorgen dat Jezus zijn licht weer opnieuw kan ontsteken in ons hart. Luke 22:19. In Lucas 22 vers 19. The Lord said, "This do in remembrance of me." Daar zei Jezus, doet dit ter gedachtenis aan mij. In the upper room experience we can meditate upon what Jesus has done for us. Ja, in die opperzaal daar kunnen we nadenken over wat Jezus voor ons heeft gedaan. We need to remember. Jesus said, "This do in remembrance of me." Jezus zei, doe dat ter gedachtenis aan mij. We need to remember his life. We moeten zijn leven herinneren. We need to remember his ministry. En zijn dienst. We need to remember his prayers. Zijn gebeden. We need to remember his promises. En zijn beloften. We need to remember his sacrifice. En zijn offer. And we need to remember his warnings and his threatenings. En we moeten zijn waarschuwingen en zijn bedreigingen herinneren. The upper room. In de opperkamer, in de opperzaal. Was the eye of the storm. The eye of the storm. Yeah. Was het oog van de storm. You understand in a hurricane or a typhoon. Als je een tyfoon hebt. Right in the middle. Precies in het midden. It's calm and peaceful. Daar is het kalm en vredig. Jesus was in the eye of the storm just before it was about to burst upon him. En Jezus was ook kalm in die storm voordat hij losbrak over hem. And today, brothers and sisters, we are in the eye of the storm. En vandaag zijn wij ook in dat midden, in dat oog van de storm. The perils and the tribulations of the last day are about to break upon us. Ja, want ook de problemen en de ja. De? En de benauwdheid die barst ook bijna over ons los. So how much more today with all the busyness of life and the coming and the going and the doing. Hoeveel te meer nu met de drukte waar we van hier naar daar gesleept worden. Do we need to draw apart? Ja, hebben wij dat ook nodig? Psalm 46 verse 10. In Psalm 46 vers 10. Be still. Staat wees stil. And know that I am God. En weet dat ik God ben. Do you have peace? Heeft u vrede?
peace? Heeft u vrede? We can only have peace in Jesus Christ. Wij kunnen alleen in Christus vrede hebben. We cannot have peace in anything in this world. Want in deze wereld kunnen we niets vrede hebben. The Lord gave us three great memorials. De Heer heeft ons drie gedenktekens gegeven. What's a memorial? Wat is dat, een memorial? Een gedenksteen. It's something that's supposed to remind us to remember about something else. Ja, wat ons aan iets specifieks herinnert. The first great memorial the Lord gave us. Het eerste wat de Heer ons gaf. Is the Sabbath. Was de Sabbat. To remind us. Om ons eraan te herinneren. That he is our creator. Dat hij de schepper van ons is. And that he has power. En dat hij macht heeft. We need to remember. Dat moeten we herinneren. Remember the Sabbath day. Gedenk de Sabbatdag. Remember the creator. En gedenk de schepper. Remember his power. Gedenk zijn macht. The second memorial the Lord gave us was the ordinance of humility. De tweede wat hij ons gaf was het heilige avondmaal. And this memorial is to remind us of several things. En specifiek de voetwassing, en dat was om ons te herinneren. That we serve a God of love. Dat wij een God van liefde dienen. And that he is also a servant. En dat hij ook een dienstknecht is. And the other memorial. En het andere gedenkteken. Is the communion. Dat is dus het brood. And this is to remind us. En dat is om ons te herinneren. That God is gracious. Dat God genadig is. And that he is a savior. En dat hij de verlosser is. And this deals with the past. En dat heeft te maken met het verleden. God's saving grace and forgiveness and cleansing in our lives. God heeft ons vergeven en ons leven gereinigd. Deals with the present. En het heeft te maken met het nu. Our ongoing daily relationship with Jesus. En onze relatie met Christus iedere dag opnieuw. And it deals with the future. En het heeft ook te maken met de toekomst. When we will sit down with Jesus in the heavenly kingdom. Wanneer wij met Jezus in het hemelse koninkrijk zullen zitten. The communion is a symbol. Het avondmaal is een symbool. Of deliverance. Van verlossing. Just like the Passover was a symbol of deliverance. Net zoals het Pasoffer een symbool van verlossing was. A symbol of deliverance and cleansing. Van verlossing en van reiniging. Forgiveness. Vergiffenis. And freedom. Vrijheid. From sin. En bevrijding van zonde. What are our thoughts of our hearts today? Wat zijn de gedachten van ons hart vandaag? Has this become kind of a ritualistic ceremony? Is dit een soort ritueel geworden voor ons? That we hope it can be over as soon as possible. Waar wij ons zo graag snel vanaf maken. Do we look forward to it with joy? Of kijken we er met vreugde naar uit? Or are we somewhere in between? Of zijn we ergens in het midden? Knowing that it should be a joy and a blessing to us. Wetende dat het een vreugde en een zegen zou moeten zijn. But failing to have the experience. Maar dat we toch die ervaring niet hebben. Well, the answer to this question. Het antwoord op deze vraag. Depends on one thing. Hangt van één ding af. It depends on my personal communion with God. Het hangt af van mijn persoonlijke relatie met de Heer. Is he my Lord? Is hij mijn heiland? In Luke 6:46, Jesus said. In Lucas 6, vers 46, zei Jezus. Why call ye me Lord? Waarom noemt u mij Heer? And do not the things that I say. En doet u niet wat ik u zeg. If you're going to call him Lord. Als je hem Heer noemt. There is an obligation. Dan heb je daar ook iets te vervullen. You have to do what he says. Dan moet je doen wat hij vraagt. Is he my God? Is hij mijn God? Is his creative power?
is zijn scheppende macht. Being experienced in my life on a daily basis. Ervaar ik dat op een dagelijkse basis. And I'm being renewed in his image day by day. Word ik vernieuwd in zijn beeld dag aan dag. Is he my savior? Is hij mijn heiland? And ye shall call his name Jesus. En gij zult zijn naam Jezus noemen. For he shall save his people. Want hij zal zijn volk redden. How? Hoe? From their sins. Van hun zonden. So, if he is Lord, if he is God, if he is Savior. Dus als hij Heer, als hij God, als hij Meester, Verlosser is. Then I will have joy. Dan kan ik ook vreugde hebben. To experience this service. Om deze dienst te ervaren. And Jesus says, I have desired to eat this Passover with you. En Jezus zei, ik heb verlangd om dit Pascha samen met u te eten. It's personal, brothers and sisters. Het is persoonlijk. The Lord wants to come in. De Heer wil binnenkomen. In a special way. Op een bijzondere manier. And to give us a special experience. En ons ook een speciale ervaring geven. I don't know about you. Ik weet niet hoe het met u is. But I need it. Maar ik heb dat nodig. I really need it. Ik heb het echt nodig. Jesus needs to become more real. Jezus die moet meer werkelijkheid worden. Not some abstract person. Niet zomaar een abstract persoon. Out there. Ergens in de ruimte. I need Christ dwelling in my heart by faith. Maar ik heb Christus nodig die in mijn hart woont door het geloof. How about you? Hoe is het met u? Well, before we can partake of these symbols. Voordat wij van deze symbolen kunnen nemen. There is a preparation. Is er een voorbereiding noodzakelijk? It's called the foot washing. Dat is de voetwassing. And in the Bible, the word used for this is mandatum. En in de Bijbel, het woord wat daar staat is mandatum. It's where we get our English word mandatory. En daar komt het Engelse woord mandatory, verplicht, vandaan. If something is mandatory, als iets mandatory is in Engels, then what does it mean? Wat betekent dat? It's a must. It's a must, it's required. Dat betekent het is vereist. Right? And this foot washing is designed to teach us something. En deze voetwassing die is bedoeld om ons iets te onderwijzen. It's to teach us something about Jesus' ministry. Om ons iets over Jezus' dienstwerk te leren. Turn with me. Sla met mij op. To John. Ga naar Johannes. 13. 13. Starting in verse 3. En we beginnen in vers 3. Jesus, knowing that the Father hath given all things into his hand, and that he was come from God and went to God. Wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. He riseth from supper. Stond hij van de maaltijd op. And laid aside his garments. En hij legde zijn klederen af. And took a towel. En nam een linnen doek. And girded himself. En omgordde zich daarmede. After that he poureth water into a basin. Daarna deed hij water in het bekken. And began to wash the disciples' feet. En begon de voeten der discipelen te wassen. And to wipe them with the towel wherewith he was girded. En af te drogen met de doek waarmede hij omgord was. I want you to think about this. Ik wil graag dat u hierover nadenkt. Picture the sanctuary in your mind. Stelt u zich in gedachten het heiligdom voor. On the east. In het oosten. Were four tribes. Waren vier stammen. And the first tribe was Judah. En de eerste stam was Juda. And the symbol for Judah was a lion. En het symbool voor Juda was een leeuw.
On the south there were four tribes. En in het zuiden. Three tribes, excuse me. En aan de zuidelijke kant waren drie stammen. And the first tribe was Reuben. En de eerste was Reuben. And the symbol for Reuben was a man. En het symbool voor Reuben was een man. On the west there were three tribes. En het westen waren drie stammen. And the first tribe was Ephraim. En de eerste was Ephraim. And the symbol for Ephraim was an ox. En het symbool voor Ephraim was een os. And on the north. En in het noorden. There were three tribes. Had je drie stammen. And the Dan was the first tribe. En Dan was de eerste stam. And the symbol for Dan. En het symbool voor Dan. Was an eagle. Was een adelaar. With a snake in its talons. Met een slang in zijn klauwen. So Jesus was the lion of the tribe of Judah. Jezus was de leeuw uit de stam Juda. The king of Israel. De koning van Israël. He riseth from supper. En hij stond op van het avondmaal. Jesus stood up in heaven. Hij stond op in de hemel. And laid aside his garment. En hij legde zijn klederen af. His divinity. Zijn goddelijkheid legde hij af. And he incarnated. Ja, en hij incarneerde. And he came down. Hij kwam naar beneden. And he became a man. En hij werd een mens. The symbol of the tribe of Reuben. Het symbool van de stam Reuben. The lion, the king, came down. He laid aside his garment and he became a man. De leeuw, de koning, die legde zijn klederen af en werd een mens. And as a man. En als een mens. He became a servant. Werd hij een dienstknecht. And a sacrifice. En een offer. That's what the ox represents. Dat is wat die os voorstelt. Sacrifice and service. Dat betekent dienst, werk en een offer. And as a result of that. En als resultaat. He moved to the north side of the sanctuary. Ging hij naar het noorden van het heiligdom. And the eagle with the snake in his talons. En daar had je de adelaar met in zijn klauwen de slang. What does that symbolize? Wat symboliseert dat? It symbolizes his victory over Satan. Zijn overwinning over de duivel, over Satan. Have you ever seen an eagle with a snake in its talons? Heb je wel eens een adelaar gezien met een slang in zijn klauwen? I've seen it at least once. Ik heb het al één keer gezien. And let me tell you. En laat me je één ding zeggen. That snake. Die slang. Is dead as a dodo. Is echt zo dood als een pier, zou wij zeggen. So. The king, the lion, came down. Dus de koning, de leeuw, daalde af. He became a man. En werd een mens. And as a man, he became a sacrifice and a servant. En als een mens werd hij het offer en een dienstknecht. And as a result of that, he gained the victory over Satan. En als een resultaat daarvan kreeg hij de overwinning over Satan. Are you thankful for that? Bent u daar dankbaar voor? And then he went back to heaven. En toen ging hij terug naar de hemel. That's what the foot washing is teaching us. En dat is wat de voetwassing ons wil leren. It's not about washing dirty feet. Het is niet zomaar vieze voeten wassen. It's about the ministry of Jesus Christ. Maar het gaat om het dienstwerk van Christus. But the service is designed to give us a cleansing. Maar die dienst is bedoeld om ons te reinigen. From the dust and the dirt accumulated by the way as we walk through life. Ja, van het stof en de viezigheid die we door het pad waarop we lopen door het leven, wat we daardoor gekregen hebben. But there was a problem. Er was een probleem. Jesus had been ministering for 3.5 years with his disciples. Jezus was 3.5 jaar
had hij gewerkt met zijn discipelen. And they still did not understand. En nog steeds begrepen ze het niet. Luke 22:24. Lucas 22:24. And there was also a strife among them. Er ontstond ook onenigheid onder hen. Which of them should be greatest? Over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Right up to the very end. Tot het eind was dat het geval. I want to sit on the left. I want to sit on the right. I want to be prime minister. I want to be this. I want to be that. Ik wil aan de linkerkant zitten. Ik wil aan de rechterkant zitten. Ik wil de eerste minister zijn. Enzovoort. They hadn't got it. Ze hadden het nog steeds niet begrepen. So Jesus had to correct the situation. En Jezus moest dat corrigeren. So he got his scourge. En hij nam zijn gordel, zijn kleed. And he's going to teach the disciples a lesson. En nu ging hij hun wat leren. He got out his scourge. Hij omgordde zich. I'm going to move. I don't know about your cameras, but I'm going to move. Okay. He got out his scourge. Ja, hij nam die doek. And he's going to teach a lesson. En hij ging een les leren. About humility. Over nederigheid. The scourge of the towel. En dan nam die, handdoek, of de doek, doet dat pijn. En ze konden het niet geloven. And when he got to Peter, en toen hij bij Petrus kwam, Peter said, oh, no, no. Zei Petrus, nee, you can't wash my feet. U kunt mijn voeten niet wassen. It finally sunk in. En eindelijk kwam er hier iets, begon het te dagen. Jesus said, look, Peter. En Jezus zei, Petrus, kijk eens. I don't wash your feet. Als ik je voeten niet was, you don't have any part in me. Dan heb je geen deel aan mij. Jesus is not defiled by coming in contact with our sins. Jezus wordt niet besmet door in contact te komen met onze zonden. He came to cleanse us. Want hij kwam om ons te reinigen. And when he got down, en toen hij zich vernederde. And he washed dirty feet, en hij die vieze voeten begon te wassen. Toen konden de discipelen het gewoon niet geloven. What is this? Wat is dit? En finally. Sunk in. En uiteindelijk begonnen te dagen. Do you like the way Jesus corrects our stupidity and our mistakes and our selfishness? Is dat niet mooi hoe Jezus onze fouten, onze zelfzucht corrigeert? Would you rather have the scourge of the towel? Zou je liever een tik van de doek willen hebben? Or would you like the scourge that they used on his back? Of de geisel die ze bij Jezus op zijn rug gebruikten. Thank you, Lord. I'll take the scourge of the towel. Dank u, Heer. Dan wil ik toch liever de terechtwijzing van de doek hebben. And this got their minds right. En zo werden ze juist gestemd. Nobody wants to be great anymore. En niemand wil meer de eerste zijn. Now they were ready. Nu waren ze er klaar voor. To enter into the service. Om in deze dienst in te gaan. Well, first we have the bread. We hebben eerst het brood. Bread. Now these are symbols. En dit zijn symbolen. These are outward symbols. Dit zijn uiterlijke symbolen. That are supposed to represent. Die bepaalde dingen voorstellen. An inward experience. En een innerlijke ervaring voorstellen. Bread represents life and suffering. Het brood stelt het lijden en het ook voedsel voor.
It represents righteousness because it's unleavened. It's without sin. En gerechtigheid omdat het ongezuurd brood is. And when Jesus, zonder zonde. When Jesus served the bread, en toen Jezus het brood uitdeelde. They had big loaves. En ze hadden toen grote stukken. And he broke it with his own hands. En hij brak het met zijn eigen handen. This is a symbol. Dat is een symbool. He said, I lay my life down. En hij zegt, ik leg mijn leven neer. And I take it up. Om het weer op te nemen. Sometimes broken things are useful. Soms zijn gebroken dingen juist heel nuttig. Mostly when it's broken. Vaak als iets gebroken is, we throw it away. Dan gooien we het weg. Let's look at some things that are useful when they're broken. Maar laten we eens kijken wat wel nuttig is als het gebroken is. Jacob had a broken hip. Jacob had een gebroken heup. Was that useful? Was dat nuttig? Was it helpful? Heel nuttig. Okay. It was. It really helped him to have an experience with the Lord. Het hielp hem om een ervaring met de Heer te hebben. Jan, when you go to the garden. Jan, als je naar de tuin gaat. And you want to plant some carrots. En je wil wortels planten. What do you have to do to the ground? Wat moet je dan met de grond doen? You have to break up the ground. Dan moet je ook de grond breken. Is that useful? Is dat nuttig? No breaking of ground? Als je dat niet doet. No carrots. Geen worteltjes. Naomi? Yes. You like to make bread. Naomi, jij maakt graag brood. What do you have to do to get flour? Wat moet je doen om bloem te krijgen? You have to grind it. You have to break it. Dan moet je die granen ook breken. Yeah. And then you can make bread. En dan kun je brood maken. Is bread useful? En is brood nuttig? Do you like it? En hou je ervan? See, some broken things sometimes are good. Dus gebroken dingen zijn soms ook heel goed. But I'll tell you what the greatest broken thing is. Maar het grootste gebroken ding. It's in Psalm 51, verse 17. Is in Psalm 51, vers 17. The sacrifices of God are a broken spirit. 51:17. Here it's another one. Oh yeah, verse 19, it's in Dutch. Okay, okay, it's a little different in the Dutch. But it says in the English, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. In Psalm 51, vers 19 in het Nederlands. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart. Veracht gij niet, o God. So broken things are useful. Dus gebroken dingen zijn ook nuttig. But the greatest thing that can be broken. Maar het grootste ding wat gebroken kan worden. Is my heart. Is mijn hart. Now when Jesus broke the bread. Toen Jezus het brood brak. No two pieces are identical. Waren niet twee stukken precies hetzelfde. Every one is totally different than the other one. Ieder stuk was anders. And this means that our experience with Jesus is individual. En dat betekent dat onze ervaring met Jezus individueel is. He knows us very well. Hij kent ons heel goed. The very hairs on our head are numbered. Alle haren van ons hoofd zijn geteld. And our experience with him is to be individual. En onze ervaring met de Heer is individueel. We're not saved as families. We're not saved as churches. Niet als familie of als gemeente gered. We're saved as individuals. Maar als individuen.
And then we have the wine. Dan hebben we de wijn. Well, it's a symbol of many things as well. Dat is ook een symbool van veel dingen. Jesus referred to it as the blood of the New Testament. Jezus verwees daarnaar als het bloed van het Nieuwe Testament. So when you have blood, dus als je bloed hebt, what does that imply? Wat betekent dat? Okay, well, we're told in Leviticus that the blood is the life. Het bloed is het leven. It has many meanings. En het heeft veel betekenissen. It's a symbol of life. Het is een symbool van het leven. It's also a symbol of death. Maar ook een symbool van de dood. And in 1 John 1:7, it's a symbol of cleansing. In 1 John 1:7. In 1 Johannes 1:7 is het een symbool van reiniging. We're told that we are washed in the blood of the Lamb. We are cleansed by the blood of Jesus. We worden gereinigd in het bloed van het Lam. So it's a token of death. Dus het is een symbool van dood. It's a token of forgiveness. Ook van vergiffenis. It's also a token of the future. En ook een teken van de toekomst. Because Jesus said, I'm not going to drink this again. Want Jezus zei, ik zal dit niet meer met u drinken. Until I sit down with you in my kingdom. Totdat ik met u zal zitten in het koninkrijk. So Jesus has not had any grape juice. Jezus heeft dus ook geen druivensap. For 2000 years. 2000 jaar lang. He's waiting. Hij wacht. You know, we think we're waiting for him to come. Wij denken dat we wachten voor hem om te komen. It's exactly the opposite. Maar het is precies andersom. He's waiting for us. Hij wacht op ons. To come up higher. Dat wij bij hem komen. And when we reach that position, en wanneer we dat punt bereiken, then he will come very quickly. Dan komt hij heel snel terug. And then Jesus told the disciples about this fruit of the vine. En Jezus vertelde de discipelen over de vrucht van de wijnstok. Let's turn to Matthew 26. We gaan naar Matthäus 26. Verse 28. Vers 28, Matthäus 26, vers 28. 27. Het is vers 27. And he took the cup and gave thanks. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit. And gave it to them, saying. En gaf hun die en zeide. Drink ye all of it. Drinkt allen daaruit. There's two ways to understand this text. Er zijn twee manieren om dit te begrijpen. Most people interpret it this way. Veel mensen leggen het zo uit. Drink all of the juice. Drink allemaal die sap. That's not what it means. Maar dat betekent het niet. It means all of you drink it. Iedereen moet het drinken. Because there was one cup. Want er was maar één beker. And they passed it from one to the other. En die beker ging van de een naar de ander. So it doesn't mean drink it all. Dat betekent drink het niet allemaal. Means each one of you has to drink it. Maar iedereen heeft er deel aan. 2 Corinthians 4:10. 2 Corinthians 3 vers 10. Talks about always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Corinthians 3 vers 10. Immers zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt. No, this is another text. 2 Corinthians 4. Oh, 4 vers 10. Yeah. 4 vers 10. Te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende. Since the wine is a symbol of death. Dus omdat de wijn een symbool is van de dood, van sterven. We have to be dying to ourselves. Moeten wij ook ons eigen ik afsterven. That's what it means, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. En dat betekent dat je te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdraagt. And we have to pass that on to others. En dat moeten we ook weer aan anderen doorgeven. They have to see. Zij moeten dat zien. Christ crucified in me.
dat Jezus gekruisigd is, dat in mij. Today the Lord wants to come in and sup with us. Vandaag wil de Heer binnenkomen en maaltijd met ons houden. He wants to give us a new experience. Hij wil ons een nieuwe ervaring geven. Are you ready to receive him? Bent u daarvoor klaar om hem te ontvangen? If you are, als u dat bent, then you will. Dan zult u. May the Lord bless us. Dat ontvangen en mogen de Heer ons zegenen. As we participate in this sacred service. Als wij deze heilige dienst doen.